en de fluit. Want Matteo die is jarig en de vlaggen hangen uit. Ei, 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 en we zijn zo blij. Matteo die is jarig en dat vieren wij. Hoera, hoera, is de koffie nog niet klaar? Nee, 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 nee. Geef me dan een kopje thee. Nou, geef elkaar knuffel. You're gonna kill. Kom, kom hier. Goedemorgen, Matteo. Hi. En het is inmiddels al een paar uur verder. Matteo is 12. Yay! Ik heb een echte puber. Er wordt gewoon ook vanaf boven geroepen. Ik heb een paar uur in de oven gestaan. Nee, dat lijkt me een beetje spannend. In de keuken. Even kijken. Mark heeft geholpen met de eieren pellen. Dat scheelt mij heel veel tijd. Dus dat is fijn. Ik heb hier de lasagne saus. Ik heb hier een regenboogtaart. Ik hoop dat het helemaal gelukt is. Hij was een beetje gebold en eigenlijk had ik twee pakken moeten gebruiken. Heb ik natuurlijk weer niet gedaan. Jaddi jaddi jaddi, verhaal, bladibladibla. Hier heb ik een gezellige, nou dan moet ik straks eventjes de taart mee versieren. Dit is, nou ik kom er allemaal niet op. Mijn hemel, botercreme voor eroverheen. Dit is de botercreme met wat Nutella voor erin. En het is gewoon 10 uur en ik ben helemaal up-to-date. Dat is fijn. Normaal sta ik uur. Ik moet nog heel veel doen hoor. Maar Mark en ik gaan heel even naar Lidl. Daar eventjes nog de laatste dingetjes kopen. En de mensen komen om 2 uur. Dus in principe. Nou, zeeën van tijd wil ik niet zeggen. Maar het gaat de goede kant op, zeg maar. Hey, koe. Zie je jezelf? Oh. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Lieve de piep, hoera! Hoera! 1, 2, ja! Gefeliciteerd, Muppet. Dankjewel. Vind je een mooie regenboogtaart? Oh, ja. Kom, we gaan hem even aansnijden. Wow. Even aansnijden. Pak een mes. Wow. En haal dit eruit. Wacht even, Muppet. Nee, want ik heb toch geen belangstelling. Nee? Daar is die. Ja, ja. Ah! Ik wil gewoon niet zingen. Dus in hoeveel stukjes moet ik snijden? Nou, doe maar eerst door de midden. Dat scheelt. Ja, dat scheelt. Is de kartoffel oneven? Ja, nee, maar weet je, niet iedereen wil. Dan vragen we straks wie wil de fondantkaart. En want we had, Edwin heeft ook nog een taart meegenomen. Dag, Roos. Is dat wat ik denk dat het is? Nee. En? Is het. I made a rainbow cake! Dat mag, Matteo, dat mag. Kijk, hier zijn bordjes, plastic bordjes heb ik. Matteo, Mika, kan je dit openmaken voor mij? Pak het maar. Nee, net onderste, onderste. Hij is goed gelukt! Vind je hem cool? Oké, okay, ja, ik heb I did not expect this. Kijk, leuk hè? Doe je moeder? Nou, ik ben op verjaarsvisite. Oh, je bent op verjaarsvisite. Oh, sorry, ik zie een hele mooie kont. Dat is wel heel charmant. Kom eens. Okay. Kom eens even. Wat doe je? Ik ben op verjaarsvisite, maar ja, ik ben. ik ben gestrikt. Je bent gestrikt, hè? Voor wat dan? Om viooltjes. Meisjes die viooltjes dragen, krijgen kusjes zonder vragen. Nou goed, anyway, ik dacht, want de tuin ziet er natuurlijk niet uit, er staat ook een lamp en zo. Dus ik had wat van die hangviooltjes gekocht en gewoon ook deze. En toen Mark mijn moeder ging ophalen, dacht ik, oh nou dan ga ik nog even stofzuigen, ga ik nog even die viooltjes doen. En toen kwam opeens bezoek om 1:15 of zo, veel te vroeg. Dus dit is helemaal niet erg, was gezellig.
Maar gewoon, toen zei ik van, nou, zullen we dan nu even die viooltjes doen? Die gaan we nu doen. En nou, daar gebruik ik dan graag de charmes en de... Moeder voor. Mijn moeder voor. Maar ik bedoelde niet zeggen, daar gebruik ik mijn moeder voor. Maar daar gebruik ik de groene vingers van mijn moeder voor. Dat was het. Want ze heeft de tuinbouwschool gedaan, hè. Ik wil het even zeggen. Wat een goed licht is dit. Het bezoek is weer weg. De kinderen zijn aan het douchen. We hebben tijd om Wie is de Mol te gaan kijken. Dus dat is helemaal goed. En ik ben een beetje aan het opruimen. Ik ga de tafel weer even recht zetten. Vaatwasser in en uit en zo. Dus dat komt helemaal goed. En straks even lekker met de benen omhoog. Ik moet eerlijk zeggen dat het feit dat ik niet zo heel veel zelf heb gemaakt. Behalve de taart en de lasagne en de gevulde eieren. Heb ik nog iets gemaakt? Nee, dat was het volgens mij. Heb ik best wel veel kunnen zitten. Dus dat was wel echt heel erg prettig. Misschien dat ik het de volgende verjaardag gewoon weer zo ga doen. Want ja, het is toch ook wel heel erg fijn als ik niet alleen maar in de keuken hoef te staan. Ik heb natuurlijk wel in de keuken, weet je, dan had ik een hapje of een dingetje en dat soort dingen. Of bijvoorbeeld die lumpiaatjes, die moest ik dan heet maken en zo. Maar echt de hele tijd bezig en smeersels en dat soort dingen en zo. Dat, nee, dat zat er gelukkig niet bij vandaag. Ik ga zo direct ook even lekker douchen en dan met de benen omhoog. Dus, en dan gaan we weer mollen. Ik ben heel erg benieuwd. Wij hebben gisteren natuurlijk Wie is de Mol van vorige week gezien. Dus we hebben niet heel erg lang hoeven wachten. Behalve dan dat de uitslag er niet was. Jullie hebben natuurlijk een week moeten wachten. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd. En voor ons is, voor mij en Matteo in ieder geval, is Jochem echt de mol. Ik ben benieuwd of hij... ook daadwerkelijk de mol gaat zijn. Ik ben altijd verkeerd daarmee. Ik gok nooit goed. Maar nu heeft hij zich gewoon versproken, vind ik. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik denk nog steeds dat Jochem de mol is. Ik vond wel dat die Art tegen Thomas zei van ja... Ja, van ja, en Sanne heeft dit gedaan. En ik vond dat hij meer over Sanne zei dan over Thomas of Jochem. Maar we zien het volgende week wel. Het was een drukke dag, maar niet druk, zeg maar. Wij nodigen nooit 1000 mensen uit op een verjaardag. Het is altijd een heel klein groepje en dat is altijd prima en zo. En dat ging goed en de kinderen die hebben zich lekker vermaakt. Ik ga zo direct nog even lekker lezen en dan zie ik jullie morgen weer. Smile for pretty!